Met Paas heb ik jullie meegenomen naar mijn tuintje. Ik wil jullie vandaag ook even meenemen naar mijn tuintje. Komen jullie mee? Met Paas heb ik jullie laten zien hoe je iets kunt zaaien. En toen had ik een zaadje van een rode biet. Het is ongeveer een week geleden. En moet je kijken. Daar komt hij al uit de grond. En dat is zo mooi en het maakt mij zo blij. Toen dit rode bietje eruit kwam, heb ik meteen tegen mijn vrouw gezegd, moet je komen kijken. Het rode bietje komt eruit. Ik was zo blij en zo dankbaar. Die twee mannen waar ik jullie de vorige keer over verteld heb, die waren heel verdrietig. Totdat ze erachter kwamen dat Jezus met hen meeliep. En toen waren ze zo blij en ze waren zo gelukkig. Jezus was gestorven, maar hij is opgestaan en hij leeft. En dan lees ik in de Bijbel, en dat doe ik nu. De beide mannen hebben Jezus uitgenodigd om te komen eten. En dan lees ik, eerst gaan ze samen eten, dan gebeurt het. De man bidt voor het eten, hij geeft hun allebei een stuk brood. En ze zien wie hij is. De Heere Jezus zelf. Wat zijn de mannen blij? Jezus leeft. Maar wat gebeurt er nu? Opeens is de Heere Jezus weg. Zijn lichaam is geen gewoon lichaam meer. Het kan opeens bij hen zijn en ook weer weggaan. Maar de twee mannen vinden het helemaal niet erg dat de Heere Jezus weg is. Ze hebben hem echt gezien. Ze weten dat hij uit het graf is opgestaan. En dat moeten ze vlug aan de discipelen vertellen. Ze waren verdrietig, maar ze hebben Jezus gezien. Ze weten dat hij leeft. En iedereen moet het horen. En weer gaan ze door het donker, nu terug naar Jeruzalem. Daar waar de discipelen zijn. Die zijn ook al zo blij. De Heer is echt opgestaan, zeggen ze. En ze vertellen dat Petrus de Heer Jezus ook gezien heeft. Dan gaan de beide mannen vertellen hoe zij op de weg met Jezus gepraat hebben en niet wisten wie hij was. En ze vertellen dat ze opeens zagen dat het Jezus was toen Jezus het brood brak. En toen waren ze zo blij dat ze het aan iedereen moesten vertellen. En wij mogen ook blij zijn. Want de Heer Jezus is opgestaan. Hij leeft en iedereen moet dat horen.